Het onderwijs op Curaçao dat mensen opleidt tot slaven, dat is een slaaf, het resultaat wat het onderwijs creëert. Het is geen opvoeding, het is een neervoeding. Het is geen opvoeding, het is een neervoeding die angstige mensen creëert. Onzekere mensen die zichzelf niet kennen, die weten niet waar ze naartoe gaan, waarom ze er zijn, welke de kracht is die ze hebben om dit gebouw op hun schouders op te tillen en ergens anders neer te zetten als het moet. Om dit gebouw op hun schouders op te tillen en ermee te zwemmen 9000 kilometer verder naar Curaçao en het daar op te richten. Zo sterk zijn wij. En dat moeten we aanboren. Dat doen we in de School Nobel. Allemaal vrijwilligerswerk. Tula is er voor alle generaties. Tula heeft zoveel mensen geïnspireerd. Leiders, politieke leiders, culturele leiders, jongere leiders, vrouwenleiders, voor alle generaties. En vooral onze jongeren beschikken over zoveel mogelijkheden die wij misschien destijds niet hadden. Ook al voel ik me jong, ik ben iets ouder dan jullie. Dus. Vooral de jongeren beschikken over zoveel mogelijkheden. En die mogelijkheden moeten we voor ze openleggen. We zijn dat verplicht aan hun. Et forçaté. De kracht is er. Twijfel daar niet aan. Et forçaté.